Sterrenbeeld boogschutter. Boogschutter, van harte welkom op het kanaal van Miraije Online. Miraije hier. Leuk dat je komt kijken naar jouw maandlegging voor september 2021. Ik heb er zin in en ik hoop jij ook. Tot nu toe alleen maar hele krachtige en prachtige readingen gemaakt. Dus uh, ik ben natuurlijk afhankelijk van wat er naar voren komt, maar uh, de energie is heel krachtig. Dus uh, ja, heel erg gaaf. Wil jij meer weten, informatie, whatever? Alles uh, vind je onderaan de beschrijving hier in de video. Klik je eventjes op die uh, tekst hieronder en daar vind jij alles. Ik ga deze keer met de uh, Lichtzinus Tarot werken. En de Grand, uh, de Grand Tableau wilde ik zeggen. De Grand Luxe. Ik zeg alles door elkaar. Met de. Gilded taro. Dat was eventjes in de war. Dan gaan we mee werken. Ik schud eerst even alle kaarten en dan ga ik de kaarten neerleggen en duiden voor jou. Dus laat maar komen. Ik ben heel erg benieuwd. Ben jij nog geen abonnee? En uh, vind je het een leuke video? Kun je ook hieronder uh, eventjes op die rode button klikken. En uh, ja, vind je het een leuke video? Uh, doe dan ook zeker even je duim omhoog. Ik waardeer het ook enorm als je een reactie achterlaat. Dat vind ik heel erg leuk om te lezen. En uh, is natuurlijk ook, ook goed voor mijn kanaal als je lekker je duim omhoog gooit. Even een reactie achter wil laten. En we gaan leggen. De kaartjes zijn geschud: Koning van Zwaarden samen met de keizer. Zo, dat is dominant. Eens even kijken hoor. Boogschutter. Boogschutter. Eh, uh, kluizenaar. Die heb ik vaak getrokken hoor, de kluizenaar al. Ook vaker op die positie, dus dat vertelt wel wat. Over de algemene energie ook. Um, interessant is om even toe nog even naar de volle maan in Waterman te kijken. Die is wel al geweest. Maar, uh, ja, het proces zeg maar wat gaande is geweest, Daar, dat loopt natuurlijk nu nog door in, in de stappen erna. Dus dat zou even ook nog even interessant kunnen zijn. Nou, die hebben we alvast. Dan ga ik met de Gilded kijken. Dan trekken we als eerste: Koning van Staven. De Ridder van Bekers. De Zon. De Koning van Munten. Allemaal hofkaarten. Nog een hofkaart: Koning van Staven. Nou, we hebben hier ook nog eens. Ik moet ervan zuchten: niet van jullie. Maar uh, gematigdheid. Judgment. Uh, we hebben hier ook nog eens: met. Uh, Soulmates te maken via Koning Koningin van Staven. Munten 5. Oké. Okay. Nog een keer de Heremiet. En Staven 8. Wauw. Nou, die hebben we ook. En <tieks> ik hou ze in de buurt. Dan gaan we nog even met Madame Lenneman kijken. De ring. De zon. De zijs. De brief. De slang. Oké. Okay. Kindje. Schip. Bergen. De ruiter en de hond. Zo. Dat ligt mooi. Uh, dit is waar je nu in verkeert Of binnenkort in zal gaan verkeren. Kort verleden en het lange verleden. Dus wat is er in het verleden gebeurd? Waardoor je waarschijnlijk ook hier zit, is even kijken. Gematigdheid. Dus heel erg in balans. Geluk zon. Met de zeis. Je hebt een beslissing genomen. De beslissing die je genomen hebt is de juiste beslissing, kan ik je vertellen. Het is heel erg belangrijk om heel erg balans te vinden tussen je gevoel en je verstand. Maar je mag veel meer naar je gevoel in de zachtheid zakken. De zon laat ook zien. Uh, de zon zie ik sowieso ook altijd als een zegen. Maar het is ook een geluksmoment. De zon die weer opkomt. Uh, hè, de zon is natuurlijk ook een wegwijzer. Daarnaast uh, staat het voor een enorme bezieling en kracht. Nou, de zijze op de zon geeft mij aan: oké, okay, je hebt de juiste beslissing genomen. En nu weer even in balans komen. Dat ben je misschien nog aan het doen, of daar zit je in. Eens even kijken, want we hebben hier ook te maken met een toren. Dus iets. Uh, um, ja, als slag bij heldere hemel. En de koningin van Munten met een document. Nou, die koningin van Munten wil gewoon alles compleet hebben. Dus, meestal, het een, is een, dus natuurlijk een aardedame, een oermoeder. Heel erg van de natuur, van het groen, van het gezin. Alles moet kloppen. Nou, de toren is een kaart. Oké, okay, uh, het fundament was, moet misschien herbouwd worden. Hè, vanaf het fundament, die hele toren moet misschien herbouwd worden. Er wordt plotseling iets ingezien. En uh, dat is uh, heel belangrijk. Dus waarschijnlijk ben je heel erg gaan kijken. Hier heb je de juiste beslissingen genomen. Ben je heel erg in balans aan het komen. Die toren. Er klopt iets niet. Dat zegt eigenlijk die koningin van munten. Want die wil altijd dat alles betrouwbaar is en klopt. Dat kan zelfs letterlijk met een document te maken hebben. Het zou zelfs om je huis kunnen gaan. Dat klinkt dan wel weer heel zwaar. Maar iets of uh, iemand klopt niet. Dat is niet helemaal betrouwbaar. En er moet opnieuw gekeken worden. Er moet opnieuw iets opgebouwd worden. Maar dan vanuit een hele andere insteek. Daar zit jij uh, in die energie verkeer jij. Nou, dat is, uh, dat is flink, maar wel mooi, vind ik hoor. Want dat kom je natuurlijk je hele leven wel eens tegen. Dat je denkt, ja, dat had ik anders moeten doen. Maar er zijn ook dingen die kun je alsnog anders gaan doen. Waar zit jij middenin en waar gaat dat mee gekruist? Oké, okay, even een klein beetje zo. Ja, dat kijkt wat makkelijker. Koning van Zwaarden en de Koning van Staven en een verbinding. Nou. Hier hebben we natuurlijk het koningskoppel, zeg maar uh, vuur. De slang er nog eens overheen. Wow, dat is, we hebben met heel veel vuur te maken. Passie, maar misschien ook wel met bepaalde misleidingen. Dus let er op manipulaties. Daar kun je heel erg mee te maken we hebben. Zeker slang, uh, koningin van staven. Het is de onafhankelijke dame. Heel zelfstandig, kan creëren. Uh, op haar manier weet ze dus haar doelen te bereiken, maar die koning van zwaarden is rechtvaardig. En dat zorgt voor, dat, uh, voor, die, voor die tegenbalans, als het ware. Hè, hier mocht je ook veel meer in je balans komen, hier klopt er nog iets niet, maar die koning van zwaarden gaat daar wel voor zorgen, die energie. Nou, hier ligt een ring. Dat is een kans, hè? het is een aas. Een, uh, een, dus eigenlijk ga je talent toepassen als ik hem naar de taart om zou buigen. Maar hier ligt een, een, een verbinding, een verzegeling, een samenwerking, een verbond, een verband. Nou, tussen een koning en een koningin. Dus dat kan letterlijk een koningin met heel veel vuur zijn. Met een koning, met heel veel lucht. Maar uh, dit is vooral de mannelijke energie, vrouwelijke energie. Hier hebben we ook echt mee te maken. Dat kan om een liefdesrelatie gaan, maar dat kan ook om een nieuwe samenwerking gaan, hè, zakelijk gezien, omdat dit ook voor zelfstandigheid staat. <tiek> hier ook nog eens een uh, officieel document ligt, maar we gaan even verder kijken waar dit mee gekruist gaat. Nou, echt super de keizer, rammen energie, dus dat is ook weer vuur. We hebben hier, ik zal eens even kijken hoeveel vuur we niet hebben liggen. Vuur, één vuur, twee vuur. 3 uh, vuur, 4 vuur, 5 vuur, water, even kijken, 6 vuur, 6 vuur, 7 vuurkaarten, dat is mega veel vuur. Passie, intuïtie, wilskracht. en je bent heel erg met je eigen wil bezig. Uh, is ook helemaal prima. Hè? Want uh, zelfstandigheid, ondernemen, groeien. maar we hebben je ook met wil jouw wil in het algemeen heel sterk te maken. Dus let op dat dat niet helemaal de overhand neemt. Want de keizer is natuurlijk wel een leider, een autoriteit. maar het staat ook voor autoritair gedrag. Dus je kan ook wel wat te dominant zijn. Dus iets te veel je eigen. Wil uh, er doorheen willen drukken. Ik zeg niet dat dat fout is, maar hou dat een beetje in de gaten: dat dat een beetje in balans is. Zon die erop schijnt, samen met de ridder van bekers. Vergeving, passie. Uh, dus dat is heel erg mooi. Dus we hebben hier ook nog eens met. Uh, Versmeltingen te maken, vergevingen te maken, passie, liefde, aanbidding, minnaar. Um, waar de zon op schijnt, bezieling. Dus dit gaat al echt. dat hier een karmisch verhaal aan de hand is, mogen duidelijk zijn. En of het nou een zielsverwant of een tweelingziel is. forget die titel, echt. Ga daar allemaal niet te gedetailleerd in. Gedetailleerd in, want dat is helemaal niet um, de bedoeling met karmische verbindingen. Wat, wie wat is. Karmische verbindingen, uh, en dat ben ik, vind ik zo belangrijk omdat er zulke verhalen gaan over weet ik veel wat. Karmische verbindingen, dat heeft met groei te maken. Vanuit het karmische stuk komt er iemand op jouw pad, jullie komen op elkaars pad. En dat betekent jij mag iets leren, de ander mag iets leren. Als je uitgeleerd bent, dan ga je of individueel weer verder. Of je gaat samen verder. Je zit daar heel veel zwaard op? Zit daar een spel in van aantrekken, afstoten, macht? Loslaten. <totstut> Misschien is dat wel hetgene wat je dan mag leren. Maar ga alsjeblieft niet in die verleidingen en die verhalen mee. Let daar gewoon mee op. Want het is al heel heftig als je met een soulmate-verbinding te maken hebt. En de kunst is om dan juist in je eigen bubbel te blijven, juist bij jezelf te blijven. En niet onzeker te worden. Nou, wat mag je inzien? Je gaat eventjes de maagd zijn. Um, en de kluisenaar betekent even jezelf afzonderen. Heel erg in je eigen bubbel. Nou, wat ik eigenlijk net ook al aangaf. Maar dan heb ik hier wel dat uh, soulmate koppel. Tweelingzielen is dit eigenlijk. Dus... Vuur en vuur de koning en de koning staven. Um, ja, en dat is dominant. Uh, dat klinkt onaardig. Maar dominant is niet altijd slecht, maar heel erg bepalend. Heel erg bij de eigen wil, maar allebei heel intuïtief. Dan komt die maag erbij die zegt ho ho, even terugtrekken. En dat zou ook even gaan gebeuren. Dat is ook even belangrijk. Uh, Mannelijk-vrouwelijk komt heel duidelijk samen. Maar dan moet even voor jezelf. Even in je eigen kokon, in je eigen bubbel gaan kijken hoe zit het in elkaar en hoe wil ik verder. Um, en dat ga je ook wel inzien. Het is onstuimig, er zit heel veel energie doorheen. Niet, niet daar, dat is niet uh, uh, vanuit goed, fout, hoog, laag de trilling of de bedoeling uh, dat je daar naar kijkt. Het is zoals het is en er gebeurt heel veel. Daarom is het ook heel belangrijk om goed bij jezelf te blijven, even die kluizenaar te durven zijn. Nou, het is ook de maand van de maag, de zon staat in maag, dus dat is perfect. Heel veel sterrenbeelden trekken de kluizenaar. vaak ook nog op dit stuk, soms en hier heb jij zelfs twee keer de kluizenaar. Kun je nagaan? Kluizenaar is altijd maagde energie. Waar gaat het naartoe? Het vertrouwde ga je dus achter je laten. Het staat letterlijk, kan dit voor een huwelijk staan. Ook weer staven, dus dat is echt een joke, jongens. Echt gaaf. Um, maar het vertrouwde achter je laten, een nieuwe harmonie bereiken. Maar om die te bereiken, ga je eerst nog dit, dat hele stuk door. En misschien zit je al hier, misschien ben je nog hier. Dat maakt ook niet uit. Belangrijk is om bij jezelf te blijven, terug te durven trekken, even in je eigen kokon. Judgment, ga nog maar eens even kijken naar het hele verhaal. He, dus het vertrouwde achter je laten, nieuwe harmonie bereiken, de nieuwe dag breekt aan. Dus er is heel veel vernieuwing op komst en het kind bevestigt dat ook. Want het kind staat ook voor een nieuw begin, voor creativiteit, maar ook het speelse. En dat hele nieuwe begin eigenlijk, wat, wat er aan zit te komen. Hoe kijk je zelf naar jouw situatie? Wauw, acht van munten. Daar word ik persoonlijk altijd heel blij van. 8 van munten, je hebt 10 munten, dus je kan zeg maar 10 punten scoren, noem ik het al maar 10 munten. Zo werkt het natuurlijk niet helemaal, uh, maar dat zegt iets over de kracht. En 8 is natuurlijk geen begin, geen einde, het infinity uh, verhaal. Maar munten 8 is even zelf op die stoel gaan zitten. Even jezelf ook weer net als die kluis naar even niet af laten leiden. Goed focussen, maar dit staat voor een promotie en een enorme groei. Tien van Zwaarden. Nou, het is wel typisch. Zij zit eigenlijk met de rug naar je toe. En deze heeft de zwaarden net niet in zijn rug staan. Maar zo voel jij je even. Jij voelt even alsof de zwaarden in je rug hebben gestaan. Uh, zo kijk je er ook naar. En waarom vind jij dat? Eens even kijken. Wat is van invloed? Ja, je bent, er zit angst op. En eens even kijken hoor. Er zit natuurlijk heel veel vuur. Maar ook dat. Die slang, het kan best zijn dat jij je op de een of andere manier gemanipuleerd voelt. En als je zoveel wilskracht bij elkaar hebt, is het heel belangrijk om de verzachting in te gaan. Uh, dat stuurt makkelijker. En niet sturen vanuit controle, maar dan komt het makkelijker in balans. En die balans is zo belangrijk, gaat ook beweging inkomen. Maar tien van zwaarden is de overgang ook naar een nieuwe structuur. Dus jij voelt het wel heel even zo van, nou, poeh, hallo... Uh, ...maar ook ergens een beetje het slachtoffer hebben gevoeld. En dan ga je toch even afzonderen op een andere manier als de kluizenaar. Uh, maar je hebt met promotie, met groei, met aardse groei te maken, materiële groei te maken. Het schip kondigt eigenlijk ook handel aan, geld dat naar je toe komt. Bam, nou hoe leuk is dat? Ik zit dus even te kijken naar die Lenneman uh, los van de tarot. Want we hebben hier een uh, contract, een overeenkomst, waar de zon op schijnt, nieuw begin, beslissing die genomen gaat worden. Nou, pakken we hem zo, hebben we de zijs op de zon, pakken we hem zo, hebben we de zijs op de zon. Dus is hoe dan ook, de beslissing die je maakt is de juiste. Hoef je dus niet over in te zitten. Dat is even een verhaal. Ja, hier mag je echt even... Naar kijken uh, met die twee vuur uh, elementen. En dan nog eens mannelijk-vrouwelijk. Boom! Het is soort alsof het compleet gaat worden. Um, dus hoe kijk jij naar Geld wat naar je toe komt? Nou, dat is overduidelijk. En um, de overgang naar een nieuwe structuur. Dus dat is ook zo. Dan gaan we eens even kijken. Wat is van invloed? Zeven van staven. Je hebt de neiging om jezelf heel erg af te schermen, te beschermen, een muur om je heen te bouwen. Blokkade, dus je hebt ook de neiging om jezelf nog eens te blokkeren. En dat komt nog een beetje van dat stuk dat je, dat je gewoon bang bent om heel erg gekwetst te worden. Paarsje van munten, of uh, vijf van munten. Uh, angst voor tekort, angst voor financieel tekort. Angst om alleen te komen te staan, dus je wil eigenlijk ook niet alleen zijn. Dan ga je jezelf beschermen, dan ga je jezelf blokkeren. Lijkt me niet helemaal de route. Hè, om, uh, van, maar dat komt omdat je niet alleen wil zijn. Je wil niet gekwetst worden. Daar heeft dat een beetje mee te maken. Ook angst voor financieel dat het uh, ergens een keer uh, stopt. Dat is alleen maar de angst. Hè? Dus angst voor, een, uh, voor allerlei dingen die eigenlijk niet komen gaan. Waardoor je vergeet te kijken dat het licht door dat raam heen schijnt. Uh, jezelf heel erg willen beschermen. Je heel defensief opstellen. Dan kan je dus je eigen blokkade gaan creëren. Ja, soms is dat zo. En soms word je ook even in de wacht gezet. En dat is helemaal niet erg. Soms schrijft de kosmos in om even de rem op de handel te zetten. Zodat jij in alle rust... Door je processen heen kan, maar ook dat er nog iets komt wat we nog niet overzien, maar wat wel het verhaal verbetert. Dus uiteindelijk zal de uitslag beter zijn. Maar ik heb het gevoel dat jij dat hier een beetje zelf gaat zitten doen: tien van zwaarden, tien van zwaarden. Moeie eens kijken. Hier, hier, zo kijk je ernaar en hier ligt je vrees. Dus je bent ook een beetje bang dat je weer het slachtoffer gaat worden. Waar ben je in het slachtoffer van geweest? Want hier hebben we de kluizen naar de, de Hermit. Uh, maagdenergie. energie Ben je weer bang om eenzaam te worden terwijl je dat juist niet wil? En dan komt hier eigenlijk Mercurius om de hoek met de ruiter, de boodschapper, berichten, uh, onverwachte bezoeker. Uh, uh, en het gaat over alles wat met emoties te maken heeft. Ja, en dat is vooral angst. Je hebt zo'n angst voor, voor alleen te zijn. Um, dat is. Maar dat is juist wat je niet wil. En die eenzaamheid. Het is niet dat ik jullie nu allemaal ga aansporen. Oh, ga maar eens even eenzaam worden. Maar door eenzaamheid heen durven groeien is heel mooi. Hè? Dan ga je echt de confrontatie met jezelf aan. Echt jezelf leren kennen. En dat is niet erg. Als je af en toe even helemaal. Gewoon een moment die kluis en haar wil zijn. Dat is mooi, maar er zit angst op. Angst voor die zwaarden in je rug. En dat is helemaal niet nodig. Maar kijk eens even: de berichten of de bezoeker die komt, daar zit vertrouwen op. De hond, vertrouwen, vriendschap, dierbare vriendschappen, raadgever, nieuw vertrouwen. Dingen zullen dan ook heel snel gaan. En kijk eens: ridder van bekers, ridder van bekers. Hoeveel kaarten hebben wij hier niet dubbel gehad? Niet normaal. Wauw, Koningin van uh, Staven. Dan hebben we hier de slang. Die resoneert met de Koningin van Staven. Koning, Koningin van Staven. Hebben we dan. Dan hebben we Tien van Zwaarden, Tien van Zwaarden. Hebben we de naar de naar dubbel. Uh, volgens mij waren ze dat. Ja, en dan hebben we ook nog eens twee keer Bekers Ridder. Dus dit is echt bizar jongens. Passie, liefde, hartstocht. Iemand komt jou de beker brengen, de rozen aanrijken, de liefde verklaren. Dingen gaan dan ook heel erg snel. En de hond laat dus ook zien: vertrouwen, vriendschap. Vertrouwen gaat ook komen, dat is het einddoel. Maar je moet hier nog even een kleine demon. Uh, voor eens en voor altijd moet je mee afrekenen, zodat je er helemaal klaar mee bent. Ik kan mij voorstellen dat niet alles 100% kan resoneren. Dus haal eruit wat met jou resoneert. Resoneert er te weinig wat ook kan, kijk dan even naar je ascendant reading of waar je maan in staat. Uh, en je kan het ook altijd terecht voor een uh, persoonlijke consult bij mij in de praktijk. Of een telefonisch consult op afspraak, de praktijk is in Pijnakker in Zuid-Holland. En uh, kijk even op de website: www.mirajeweetmeer.nl uh, www voor alle consultmogelijkheden. Een linkje staat hier ook voor een direct telefonisch consult als ik niet te bereiken ben of het moet nu. Ga gewoon even naar uh, puurmedium.nl. Alle medingsparagnosten zijn gescreend, meervoudig, door mijn screenteam. Hele fijne dames, zodat uh, jij ervan op aan kan. En ik ook, dat de mensen die hun diensten daar verlenen, ook daadwerkelijk doen wat zij zeggen. En dat het oké okay is. Nou, welke uh, fluistering van de liefde mag ik voor jou pakken? Eind september, begin oktober starten alle nieuwe trainingen weer. Ik ga trouwens even twee weken uit, dan gaat de stekker eruit. Vanaf uh, 6 september tot en met 20, 21 september ben ik er niet. Heb ik uh, gewoon even een vakantieperiode voor mezelf. Dus uh, hou daar ook even rekening mee. Tot en met 4 september ben ik nog te boeken. Uh, alle readingen die staan, probeer ik natuurlijk, uh, uh, zeker die nu staan, voor 4 september zijn die klaar. Bestel je nog voor 4 september, kan het misschien nog. Kan ook zijn dat je pas uh, na die uh, periode van uh, dat ik er even niet ben, dat ik hem dan pas op kan pakken. Dus wees op tijd met bestellen, hou er rekening mee. Uh, je kan gewoon doorbestellen. Het is alleen zo in deze twee weken doe ik gewoon helemaal niks. Communiceer ik niet. Uh, uh, plan ik niks in? Dan wil ik echt even helemaal zen. Nou, nu gaan we weer verder tot de orde van de dag. Maar ik vind het wel fijn om het even, want dan weet iedereen het die plannetjes heeft of vaker bij mij bestelt. Liefde is belangrijk. Jo, zou ik zeggen. Wauw, dat, dat, dat mag al wel duidelijk zijn. Houd je dromen in leven. Dus die twee zijn heel belangrijk. Van Rijn, je kan ze wel neerleggen, maar je moet ze ook even laten zien. Dus we hebben deze en houd je dromen in balans. Deze twee en dan gaan we nog even twee kleurkaarten pakken. En dan ga ik nog even met die dobbelstenen werken. Uh, ik ga het niet helemaal uitleggen. Je, je merkt zo wel hoe dat werkt. Dat is heel leuk. Dat zijn astrologische dobbelstenen. Die gaan we nog even op deze reading gooien. Oké, okay, welke kleurkaarten heb ik voor jou? Zo wat een gave kleuren ook. Vind ik. Ja, ik hou ervan. Uh, lila, versterk je vertrouwen. En oranje, koester jezelf. Maar het is ook een hele. Moet je eens kijken. Het is eigenlijk bijna een herfstint. En dan. Oh, ik zie al een boeket in deze kleuren. Moet je eens proberen. Ik ben natuurlijk ook bloemist geweest, geweest. Uh, lekker met stakjes in september. Met van dat eikenblad. En een beetje eucalyptus erdoor. En salalblad. Dat noem je appeltjesblad. En dan van deze mooie, diep oranje kleuren. Donkerrood is ook mooi. En dan in één keer lila erdoorheen. Je weet niet wat je ziet, hoe gaaf dat is. Maar even los daarvan. Uh... Ja, maak je gebruik van, van die kleuren. Prachtige kleuren, edelstenen, kaarsen. Of laat een mooi boeket maken in die kleuren. En doe dan nog maar even vuur, donker rood doorheen. Van dat diepe rood. Nou, dat is zo gaaf. Ik ga de dobbelstenen voor je gooien. En uh, mocht je dat doen, maak maar even een foto. Zet hem maar even op mijn, uh, op mijn uh, Facebook. Vind ik wel leuk. Op medium uh, Mirai Facebook. Daar gaan we. Oké. Okay. Even kijken, dit is Jupiter in je tiende huis. Wauw, luister, 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 bolschutter. Tiende huis is het huis van ambitie, werk, carrière. Uh, kreeft staat wel voor zorgzaamheid, het moederschap, maar je moet ook heel erg voor jezelf zorgen. Hele zachte energie. Uh, maar jouw tiende huis wordt enorm uitvergroot en dat heeft echt met... We, uh, carrière, werk te maken, ambities te maken. En kreeft, ik zou normaal zeggen, werk je in de zorg, is me dat helemaal duidelijk, bijvoorbeeld. Hè? Zorgzaamheid. Kreeft de zorgen heel graag, zijn moederlijk. Maar wat ik erbij doorkrijg, is dat jij heel goed voor jezelf moet zorgen. Daar moet echt de focus op. Ja, en dan boom, want dan vergroot je echt dat stuk werk-carrière, ga je heel erg uitvergroten. Ik ben heel benieuwd hoe je deze reading vond. Laat het me even weten in een reactie hieronder aan de video. Ik zou het sowieso heel erg leuk vinden als je ook even je duim omhoog doet. Hoe meer duimen en reacties, dat is voor mijn kanaal natuurlijk ook goed. Dan help je mij weer mee, dus doe dat lekker. Buiten dat ik echt alle reacties lees. Ik vind het zo leuk om allemaal terug te lezen. Mijn hart wordt er warm en blij van, dus doe dat alsjeblieft. Ben je nog geen abonnee? En uh, denk je, hé, hey, maar dat is toch wel leuk wat dat mens doet? Klik even daar op dat rode ding. Abonneren staat erop. Doe ook dat belletje even aan. Dan mis je geen video. Regelmatig geef ik super leuke dingen. Allemaal weg op dit kanaal van boeken en kaarten en consulten. En uh, dat zal ik binnenkort wel weer een keer gaan doen. En uh, ik hoop vooral dat ik je heel veel inzicht, vooruitzicht en inspiratie heb mogen geven. Wil je de video delen op social? Helemaal top. Je weet maar nooit welke boogschutter dit tegenkomt. Dank je wel, geniet van een prachtige nazomer en uh, misschien is het wat overweldigend. Kijk dan over een week nog eens even een keer. Dan is dit gezakt, dan kijk je opnieuw en dan ga je nieuwe dingen ontdekken. En anders weet je me te vinden voor een persoonlijk consult. Dank je wel en uh, tot de volgende. Doei doei!